Een dag kwamen de jongens van het rockgroepje Loup Lizard aan bij boer Hene uit Eeklo. Ze vroegen aan Jérôme of ze mochten repeteren in zijn leegstaande koeienstal. Kwestie van niemand te storen. En boer Jérôme vond het allemaal goed. Tje, wat braaf, jongen. Dat is maar lawaai dan ze mogen. Dat is geen muziek, hè. Met een accordeon, daar kun je nog muziek mee mogen, hè. Maar de jongens kunnen dat maar niet. Hou, 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 hou! Hou, hou! Hou, hou! Wat vind je eigenlijk van de zanger, Jérôme? Wat een roeprecht. Bijna kun je niet zingen. Toch schoon, hè? Kun je geen zingen, Jérôme? Wat nu nog? Maar ze verbruiken wel veel elektriciteit, hè? Oh, dat klappen ze niet over, hoor. Ik heb wel een speciaal dingetje gezet. Een speciaal taalje, maar die jongens zijn niet gehouden, jongen. Wanneer komen de muzikanten? Een keer of twee in de week. Dan repeteren ze. Maar ik had het al over gezegd. Ik zei, hoe zit het al geld te verteren? En je brengt niet op. Die mensen verdienen niet, hè, in zo'n spelen. En ze kunnen ze niet spelen. Hè. Zeg, Jérôme, maar welke muziek luister je zelf het liefst? Accordeonmuziek. Je moet eigenlijk muziek aan, hè, voor muziek te beluisteren. Maar je kunt ervan genieten, van mooie muziek. Jok. Dat is hier niet bezitten, een keer. Dat is eigenlijk een verkracht, hè. Hij had dat bezig met toen. Had dat nou ooit geweest? Natuurlijk een domme rek. Is dat een kwartantje? Vind je muziek belangrijk, Jérôme? Nou, muziek moet er zijn, hè. Ik kan altijd gezegd, mijn kinderen moeten muziek leren. Als ze muziek, niemand die muziek kan, studeer beter. Jérôme, ja? Weet je wat dat de groep heet? Nee, dat gaat hem een keer. Loup Lizard, dat is toch geen naam, hè? Bittere heidroosjes of zo. Salutjes. Allee, jongens, gaat het er goed, hè? Ja. Zijn brave jongens, hè. Binnenkort gaan die optreden. Ga je dan mee? Maar nu nog. Dan kunnen we toch een tijdje afspelen. Dat hooi van mijn leven meemaken. Was het hier anders dan bij u in de stal? Ja, meer lawaai, maar ze doet goed. Ik vind dat ze het goed doen. Ik had al gezegd, je gaat verder schommen. Goh, nee. Ja, ik zei anders dan mijn man, ja. En ze is meer zotter van stiers en van koen en alleen. Ze zal overblijven ze niet groot aan u. Zwijgen. Hij gaat niet mee met zijn ritme. Hij staat dan maar op tofpoos te kloppen. Hij heeft een wereld, nee. Maar daar zit toch een beetje ritme in. Wat? Marie, nog opgedommen.